In deze video speel ik opnieuw Modern Among Us in de nieuwe map Submerged. De vorige twee keer was ik imposter. En je gaat het niet geloven, maar ook in deze video ben ik twee keer achter elkaar imposter. Ik snap het echt niet. Echter gebeurde iets heel erg vreemds dit keer. Ik killde namelijk als imposter per ongeluk mezelf. Wait, hoe dan? Maar lukt het mijn mede-imposter om de game dan daarna alsnog te winnen? Het antwoord zal je misschien verbazen, want het is een aparte game geworden. Oh, hier gaan we dan weer. Nee, mede-imposter! Wat is dit? Hoezo? Oh my god, dit is intenso. Cappuccino intenso. Dat is, wauw. Oké, luister. Nu kan ik de map beter. En dan kom ik hier. Ik kan de camera gewoon uitklikken. Wat goed. Oh my god. Oké. Hoe gaan we dit doen? Hier is een My Little Pony. Hier is een vent. Hier is nog meer donuts. Een microwave. En iets wat er moet gebeuren. Ik weet niet wat het is. Kom sabotage. Oké, daar. Hier is een emergency button. Telescopie. Ik raak helemaal verdwaald hier in deze map, joh. Oh, hier nog Xian. Ik vind het wel eng om hier te killen, maar... Nee, ga ik niet doen. Ik vind het eng. Wat zie je? Want dan komt Almost Normal komt eraan lopen. Ik wil in de lift weer. Niemand komt mee in de lift. Ik kan gewoon één keer omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Ik ga hier uit. En dan ga ik weer omhoog. We gaan wel weer de lift... We gaan lift-tactiek doen. Oké. Ja, jij daar. Kom maar hier lekker. Ik heb snoepjes in mijn liftje. Kom jij ook lekker in de lift toe? Goed zo, in de lift. Oh, nee, je bent de enige persoon die ik niet hier in de lift wil, Barend. Jou kan ik niet killen, gast. Oké, beter komen er nu twee mensen in de lift en dan kunnen we ze beide killen. Dat zou het beste ooit zijn, de dubbel kill in de lift. Ik zat de hele game in de lift en dit is wat er gebeurde. Dat moet ik eigenlijk echt wel een keertje doen. Oh my. Oh, hier is een tapeje. Oké, hier kan ik zeggen dat ik een tapeje heb gedaan. Tapeje heb ik gedaan. Tapeje, I did it. Lights out is trouwens ook echt lights out in deze map, man. Het is echt ongelooflijk hoe donker het is. Want ik bedoel, dat had ik dus bij andere mappen. Dan zie je nog een klein beetje om je heen, weet je wel. Maar oké, ik loop hier met Joost. Oh, dat ding gaat af. Oh, ik moet iemand killen ook. Oh! Oh! Kan ik hierin eens in een vent? Er is geen vent. Shit, waar is een vent? Er is geen vent hier! Ik dacht dat hier een vent was! Snel aan mij wegkomen! Ah! Er moet toch een vent zijn? Waarom gaat het alarm nog niet af? Waarom gaat het alarm toch... Ik ben dood op mezelf! Hoe ben ik dood op mezelf? Ik ben dood door de oxygen! Ja, okay. Hoe de ben ik dood als imposter? Nee! Maat, ik ben zo slecht in dit spel dat ik alsnog dood ga, al kan ik niet eens dood! Nee! Nee! Ik ben dood. Ik dacht dat ik als imposter ook kon surviven. Ja, sorry dat ik mezelf even unmute. Maar Donnie zei net van, ja, ik zag alleen Joost op Vidals. Er zijn drie mensen doodgegaan omdat ze geen gasmasker hadden. Ik zei het toch! Oh! Ik zei het! Oh, ja, dat ben ik, ja. Oh mijn god, jongens. Ik ben zo fucking incapabel. Nogmaals, ik ben letterlijk doodgegaan omdat ik niet mijn mask op deed. De guy van het mondkapje deed niet zijn mask op. Oh nee. Kunnen we ons overgeven? Slash surrender. Nee, de imposter killed imposter. Maar hoezo gaat de imposter ook dood? Je ging als eerste dood in Among Us als imposter en dit is wat er gebeurde. Ja, maar wat een... Ryan. Dit is ongelofelijk. Wat de f*** is er zojuist gebeurd? Ik ging dood omdat je geen gasmasker had. Ja, ik kom er ook achter. Ik stapte dat ik het Ik zat zo, hoezo ben ik dood gegaan? Nee, bro, ik was jou aan het spectaten. Ja. Ik denk, waarom val je ineens om? Wat is dit raar? Ik wist ook niet wat er gebeurde. Maar weet je, de animatie was gewoon dat er een mes in mijn rug gestoken wordt. Dus ik dacht... Ja. Heeft Barend mij gekild of zo? Ja. Ik bedoel, kijk, indirect natuurlijk nu wel. Want hij heeft dat sabotage ding gedaan. Ik wist niet wat er gebeurde. Want ik had dus mijn tas uitstaan naar de zijkant. Ja. Omdat, ja, weet je, daar hoef ik toch niet op te letten. Aangezien ik niet imposter of aangezien ik imposter ben. Maar, ja. Maar dat dan ook. Ik dacht dat het gewoon een lights out of een kom sabotage was of zo. Maar ik vond het zo grappig. Ik was echt, ik denk, hè? En toen ineens waren er inderdaad 4 of 5 dood. En toen dacht ik van, oh, ze waren vergeten een gasmasker te pakken. Ja, dat is het inderdaad. Ik vind het wel heel ziek dat je zeg maar... ik heb trouwens echt compleet iemands leven gered. I like it. Waar ben je? Ik vind het heel ziek dat je als... Oeh, dat gaat hij zien. Ja, dat heeft hij gezien. Ik heb zojuist een freaking goede play gemaakt. Nog een betere titel. Ja. Doe het de butler rennen. Waar ergens? Ga rennen. Barend was gekleed als Dom. En ik had Awesome Daddy geprotect. Oh, nee! Maar nu komt Polo, Ja, maar die heeft het niet gezien. Maar Polo gaat doorlopen. Ja, oh, kutbaan. Ik had hem bijna.
Fuck yo! Yo, dit was intens. Heb je het gezien? Ik heb geen flauw idee wie de imposters zijn, want ik ben niet door een imposter gekild. Nee, inderdaad, vreemd. Ik zou ook niet weten wie de imposters... Ik ben het. Ben je serieus imposter? Ik ben gekild door Oxygen. Oh, ik vroeg het me dus net af, zeg maar, of je als imposter zijnde ook een gastpas nodig hebt. Ja, dat kan, ja, fuck! Ja, dat kan! Dat wist ik helemaal niet. Ik ben gekild door mijn eigen crew, door mijn eigen imposter mate ben ik gekild. Ik ben door letterlijk... Wie? Ja, nee, ja, Barend heeft die Oxygen gekrald, maar ik heb dus mijn Barend, boss... Barend, jij waren imposters? Mijn tas, ik zeg net echt al, misschien Polo en Pascal. Nee. Mijn tas stond ingeklapt. Is wat ik dacht, ja, weet je wel, ik zou er toch niks mee te maken hebben. Maar toen, blijkbaar was dit dus... Ik wist helemaal niet wat het was, maar het was blijkbaar... Een freaking Oxygen. Daar moet je zo'n mask halen. En dat wist ik niet. Dus ik kreeg maar wel de lift in. Maar waar hou je zo'n mask? Is gewoon dat leuk. Hier waar ik nu sta? Dus alleen maar in het midden. Ja, dat is een mask halen. Die kan ook beneden en boven. Oh, wat lullig dit. Ik weet het niet. Maar ja, gaan we dit vertellen aan hun, zeg maar, dat je ook als imposter een masker nodig hebt? Of gaan we dit ons geheimpje houden? Nou, nee, ja, ik heb het net met Joost al besproken. Joost had me net ook aan een geheime call gehaald. Oh. Heb ik het al besproken al, maar ja... Oké, laten we daarheen gaan. Dit is zo mooi. Oké, en nu gebeurt er van alles. Er worden kills gemaakt, maar onthou. Barend, a.k.a. Almost Normal, is als enige nog imposter alive, hè. Onthoud dat. Hij is letterlijk al vrijwel de hele game als enige imposter. Ik heb gewoon op mezelf een stemsticker in. Dat we hier allemaal doodgaan. Kill hem, Barend! Of nou ja, weet je, ligt eraan. Als je wilt. Weet je, het hoeft niet. No worries, no biggie. Oh my... Huh? Oh. Je speelde zo lang met mijn vrouw. Ik kilde mezelf als imposter door de Oxygen. Ik heb dus mezelf gekild door Oxygen. Ik was dus vergeten zo'n mask te pakken, maar ik dacht dat ik bleef leven. Jij was er ook een? Ik was een imposter, maar ik was vergeten zo'n mask te pakken. Want ik dacht, als imposter leef ik toch wel. Dus ik had mijn tasks weggedaan. Ik had niet eens door dat die hele mask shit er was. En ik ging gewoon letterlijk in één keer dood. Echt ik midden, denk dat Oscar ook gewoon puur om minder zus te zijn. Die voel ik, alleen Ryan, die voel ik. Zoveel pijn. Dit was wel intens hoor, jongens. Ik heb geen idee waar jullie het over hadden. Waarom ben ik weer imposter? Oh mijn... Wat? Ik ben gast. Dit is... We moeten echt een nieuwe lobby aanmaken. Dit is niet meer gezond gewoon. Ik ben zo... Oh, ik ben shapeshifter imposter zelfs nu, zie ik. Oh, wauw. Oké, dit is intens. Juist. Ja, oké. Kunnen we nog een game doen? Ik wil geen imposter zijn. Ik wil gewoon een normale game mode. Ik wil een tas ontdekken. Oh, joi. Hallo YouTube, inderdaad. Oké, dit keer ga ik er wel een pakken. Een freaking oxygen mask, ja. Jemig, man. Oké, jemig. Ik heb hem gelukkig. Ik heb hem. Oh, oxygen mask. Oké. Me am alive. Ik zit echt te kijken wat ik nog moet doen, man. Ik bedoel, hoe doe ik dit? Ik ga gewoon weer in de lift. We gaan gewoon weer zo'n liftmakker zijn. Ik was deze hele avond imposter. Dit is echt niet gezond, gewoon. Ben je met mij samen in de lift? Vind je dat leuk? Is dat leuk, Barend? Samen in de lift? De lift, Barend? Hey, samen in de lift, Barend? Samen in de lift? Zo gezellig zo in het liftje? Vind je dat leuk? Wacht, gewoon even verder. Wait, wat moet ik doen? Oh, hij gaat weer... Oké. Oh! Dan moet ik hier omhoog. Of is het niet omhoog? Ik weet het niet. Ik weet het actually niet. Ik weet actually niet of het hier is. Wait, wat is dit? Oh god! Dat vind ik eng. Ik wil eruit komen. Oh ja, joh. Ik moet even... Oh, freak. Oh, joh. Ja, dit is hier wel lekker allemaal de verkeerde kamer in. Ik heb er geen idee waar ik heen moet, joh. Waar moet ik heen? Dit vind ik wel schandalig, weet je wel. Dat je Polo of Drop kunt neermaait, oké, maar Pascal, dat doe je gewoon niet. Wow. Gaat wel een beetje ver, inderdaad. Als ik dood ben, is Don het. Want ik ben hem op het spoor. Nee, Don ze. Oh nee, Don gaat er nog eerder uit dan ik zo meteen. Maar ik moet nou iedereen killen behalve Awesome Gaming Daddy. Want die is zus Don. En als hij doodgaat, dan is het zo van, oh, hij is dood. Want Don en zo, Don heeft hem gekillt. Oh. Don heeft hem gekillt en zo, maar... Oh man, waar is iedereen verder? Awesome Gaming Daddy, die moet ik niet killen. Is dit een... Kan je hier doorheen? Nee, huh? Oh, hier kan je doorheen. Ik ben gewoon mega incapabel. Oh, gaat iemand het ooit vinden? De lights was uit, right? Toch? Toch? Mij is het goed zo. Oh my god. Ik heb emergency gecalled, want als het goed is zijn nog twee imposters, dus... Oh. Toch?
Over is iedereen dood gegaan door... Oké, ik ga gewoon even vragen waar iedereen is om tijd te rekken. Oké, maar waar is iedereen nu eigenlijk? Metscan. Ik ben in... Oh, iedereen is bij Metscan. Meeting room. Oh nee, wacht. Meeting room? Oké, ja. Oké, fair. Ik ben daar gewoon direct heen gegaan. Ja. Ik zit rustig in de lift. Ik zag Don naar links lopen met mij. Yep. Ik ging waarschijnlijk weer terug naar de observatory om te ik klikken op de high. Ik hoop dat het is gelukt. Ja, ik heb hem nog niet gezien, maar thanks voor de emergency call, dus dan moet ik het weer doen. Oh. Ja, misschien moest je heel lang wachten. Ja, al had je gewoon even, weet ik veel, 10 seconden gewacht, dan had ik hem wellicht. Maar nee, maar dan had het misschien 2 kills kunnen zijn. Je weet het niet. Het is een kill cooldown van 45 seconden. 45? Ja. Hoe weet je dat, Tom? Het staat in de regels. Maar je weet maar nooit. Misschien werd er dan eerst nog een emergency gekald. Oh, ik heb dus echt geen idee. Ja, door de fascinatie van de vis van Don, is Don wel van mijn suslijstje af, een beetje, klein beetje. Ja, bij mij ook wel een beetje. Of, PlayZ. Detective Daddy klinkt wel goed al. Is dit dead shaming, what the fuck? Dead shaming. Nee, was gewoon positief. Nee, maar we moeten wel echt stemmen. We moeten wel echt wat gaan we stemmen dan? Ik denk, Sebastian Hendry. Gewoon, of Ryan. Hoezo dan? Puur omdat ze heel stil zijn. Ze heel stil. Oké, ja. Constant te lullen. Oké, ja, ver. Ryan. Oh, hey, of iemand anders, what the fuck? Ik ben bang voor Ryan. Ik ben bang voor mij, fair. Ik krijg nog 2 stemmen ook. Sorry, ik denk dat ik het verneukt heb dan, hoor, maar... Oh, jongens! Oh, wat naar dit. Nee! Ik had meer moeten praten, maar ja, ik was zo bang. Luister, het probleem is een beetje dat vooral omdat ik geen tasks ken, kan ik zo weinig meepraten. Ik kan niet zeggen, oh ja, de vis, ja, leuke vis. Ik heb die task nog nooit gehad. En ik heb nog maar 1 game als crewmate gespeeld. Deze hele avond, oké. Mijn hele alibi is bestaande uit... Oh, ja, tape. Tape en tape. Ja. Tape. Ja, interessant. Dus, ja... En heb hier tenslotte nog even de allerlaatste emergency meeting... waarin alles bepaald werd. En hier kan je zien of Don wint... en ik dus ook win... of dat het game over is. Dus, nieuwe poging? Oh. Ja, ik zat net even te denken, want inderdaad... Don, ja. je zei net wel dat je heel goed had opgelet in de lobby... dat de kill cooldown 45 seconden is. Maar let je daar nou echt op? Of zag je toevallig rechtsonder in beeld staan? Nee, ik wilde dat weten, omdat ik stelde die vraag ervoor. Van, ik wist niet hoe lang ik zeg maar veilig was aan het begin Don van de ronde. Don kan zo fucking goed lullen, jongen. Ik stiekels aan het spelen was. Oh, ik zou hier zo door de mand vallen. Dus dat kan maar wel heel goed. Marco, heb jij een idee? Nee, ik heb echt geen idee. Ik de enige die wij tegen zijn gekomen is Don, de vorige ronde. Oh! Dat wordt zo spannend. Ja, maar ja, ook niet. Chat, pak je popcorn erbij. Dus. Net voordat de knop ingedrukt werd, zat ik bij observatorium lava weg te klikken. Wie gaan we stemmen? Ja, ik weet het wel. Ik wil winnen, dus ik ga voor Don. Ja, winnen als welke factie? De good guys. Oeh, daar moest hij iets te lang over nadenken. Nee, good guys zijn ook weer relatief. Mijn hersenen werken wat minder snel dan jullie jonge jongens. Nou, dat snap ik. Zo goed dit. Ja, ik weet het echt niet. Hey, de bal ligt niet bij jullie, hè? Dus Remco, wat gaan wij doen? Ja, op jou stemmen. Ik ga niet op mezelf stemmen. Ja, natuurlijk wel. Ik wil winnen. Je wilt winnen. Ga stemmen? Oké, stem maar op mij dan. Ja, doe maar. Beter niet. Nee! Ik heb zo bang. Nee! GG. Hey! Oh, no! Oh, no! Oh, no!